Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom, ook die bezoekers in ons midden. Ik hou u eerst die afkondiging namens de kerkraad voor. Vandaag is de collecte bestemd voor die diaconie en die tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. En dan, dominee is op verlof op hier stadium tot en met volgende week zondag. Dit is zeker om een week lang feest te vieren over zijn verjaarsdag. En dan op verzoek, allemaal wordt hartelijk uitgenooid naar die twee openbare lezings van prof. John Smit van de CRTS, wat David gehouden zal worden op maandag 18 juli in de VGK Pretoria Maranata en dinsdag in VGK Pretoria. Die eerste lezing handelt over de bouw van die tabernakel en die tweede lezing over die evangelie in Jesaja 53. Hulle is al twee elektronisch beschikbaar. Ook op YouTube, en dan hulle begin om 19:30, en dan is daar verdere inlichting elektronisch reeds verspreid. Tot zover die afkondigings. Gemeente, na voort mijn seengroet zal ons samen zing, en daarop antwoord met die woorden van Psalm 99, vers 1, 2 en 3, God die Heer regeer, beer oor volke eer. Eer die God wat troon, waar die Gerubs woon, wat in Israël sy gerug bestel. Kom ons gaan staan. Ons hoop is in die naam van die Heer wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons luister nou naar die wet van die Heere as een reel van ons dankbaarheid en ons rug ons leven daar volgens. Ons lees dit uit Exodus 20.
Toen het God al hier die woorden gespreken gezegd, ik is die Heere jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid heeft. Jij mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is niet. Je mag jou voor hulle niet neerbuig en hulle niet dienen, want ik, die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheet en mijn gebooien onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God niet ijdelijk gebruiken niet. Want die Heere zal die in, wat zijn naam ijdelijk gebruik, niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al jouw werk doen. Maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jouw God. Dan mag je geen werk doen. Jij, of je zoon, of je dochter, of je dienstknecht, of je dienstmaagd, of je vee, of je vreemdeling wat in je poorten is niet. Want in 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie in alles wat daarin is. En op die 7e dag het hij gerust. Daarom heeft die Heere die Sabbatdag gezien in dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jouw daar verlengd mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, nie. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet steel, nie. Je mag geen valse getuigenis tegen je naaste spreken niet. Je mag niet je naaste zijn huis begeer niet. Je mag niet je naaste zijn vrouw begeer niet. Of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, of zijn os, of zijn esel, of iets wat van je naaste is niet. Kom ons antwoord nou daarop met die zing van Psalm 146. Prijs die Heer met blije galmen.
Gemeente, kom ons gaan naar de Heere in ons gebed en vraag seën oor die eredienst. Almachtige God, Hemelse Vader, ons het so pas gesing dat ons vlug naar God. Heere, dit wil ons ook in ons gebed doen. Heere, tot u vlug, tot u roep. Want u is trouw. U is heerlijk. U is groot van goedertierenheid. En Heere, dan kan ons alleen maar op daar die vaste vertrouwen ons leven bouw en ons toevlug vind bij u. Heere, dit wil ons ook nou doen, aan het begin van hier die eredienst, ons tot u wend, ook ons skuld bely, ons het geluister na u wet, en besef dat ons ook weer daarteen grootliks gesondig het die afgelopen week. Ja, laat ons dit altijd besef en laat het ons nederig hou. Laat ons altijd weer tot u kom en vraag, Heere, vergewe ons ons zondes. Wees ons genadig. Heere, als ons dan ook uw woord weer open, gedeelte uit Genesis, die laatste deel, Heere, dan vraag ons, gee dat ons ontvankelijke harten het. Laat ons hier die woorden ook in ons harten zal bewaren, dat het ons weer zal voed en dat het ons zal helpen en leiden ons leven elke dag. Dank u voor die voorrecht om ook weer vandaag zonder verhindering hier in uw huis bijeen te wees. Ook dit is een zening wat ons uit die hand mag ontvangen. Daar woedt ongelooflijk bij je om ons heen elke dag, over die hele wereld, oorlog, rampen, onrecht. Ja, Heere, dit is aan die orde van die dag, maar ons weet ons geborgen bij u. Want Heere, bij u is daar troost, is daar redding, is daar uitkomst. Heere, is daar toekomst en een blije verwachting. Mag ons daardoor elke dag ons leven gelei weet. Dat maakt niet saak wat ons hier op aarde beleef. U is een beheer. U weet alles. En laat ons daar ons vertrouwen op stellen. Dit bid ons u om Jezus Christus wil, uit genade alleen. Amen. Ons behandel vandaag die laatste preek over Genesis, over die geschiedenis van Jozef. En in daar die verband lees ons Genesis 49 vanaf vers 29 en dan tot aan die einde van hoofdstuk 50. Genesis 49, vers 29. Daarna het hy hulle bevel gegee en aan hulle gesê, ek word versamel by my volk. Begrawe my by my vaders in die spelonk, wat op die stuk grond van Efron die Hetiet is. Dit is nou Jacob wat hier verder aan die woord is, nadat hy sy seuns gesien het. In die spelonk, wat op die stuk grond van Machpela is, wat oos van Mamre lê in die land Kanaan. Die stuk grond wat Abraham van Efron die Hetiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sara, sy vrou.
Daar het hulle Isaac begraven en Rebecca, zijn vrouw. En daar het ek Lea begraven. Die stuk grond en die spelonk wat daarin is, wat gekoop is van die zoons van Het. Toen Jacob klaar sy bevelen aan sy zoons gegeet, trek hy sy voeten terug op die bed en blaas die laatste asem uit. En hij is bij zijn volksgenoten versamel. Toe val Jozef op zijn vaders aangezicht en hij het oor om geween en om gesoen. En Jozef het aan zijn dienaars, die geneesheere, bevel gegee om zijn vader te balsem. En die geneesheere het Israël gebalsem. En 40 dagen het daarvoor voorbij gegaan, want zo lang duur die dag van balseming. En die Egyptenaars het om 70 dagen lang beween. En toen die dag van geween oor om voorbij was, het Jozef met die huis van de farao gesprek en gesê, as ek dan guns in julle oor gevind het, spreek toch dit voor die oor van farao. Mijn vader het mij laat zweren en gesê, kijk, ik ga sterven en mijn graf wat ik voor mij in die land Kanaan uitgekap het, daar moet jij mij begraven. Laat mij dan nou toch optrek en mijn vader begraven, daarna zal ik terugkomen. En farao zei, trek op en begraven je vader, zoals hij jou laat zweren. Toen het Jozef opgetrek om zijn vader te begraven, en al die dienaars van farao, die oudstes van zijn huis, het samen met hem opgetrek in al die oudstes van Egypteland. Ook die hele huis van Jozef en zijn broers en die huis van zijn vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee, en hulle beeste het hulle in die land Goosen laat achterblij. En saam met hom het opgetrek strijdwaan zowel als ruiters, zodat het een baie groot trek was. En toe hulle by die steekdoring dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lee, het hulle daar een groot en baie zwaar rouwklag gehou. En hij het oor sy vader een rouw laat bedrijven 7 dagen lang. Toen die inwoners van die land van die Kanaanieten die rouwbedrijf bij die steek door een dorsvloer zien, zei hulle, dit is een zwaar rouw voor die Egyptenaars. Daarom het hulle dit Abel Misraim genoemd, wat oos van de Jordaan lee. Zijn seuns het met hom gedoen, net soos hy hulle beveel het. Zijn seuns het hom weggebring naar die land Kanaan en hom begraven in die spelonk van die stuk grond van Machpela, die stuk grond wat Abraham zijn eiendomsgraf gekoop het van Efron, die het tiet oos van Mamre. Daarna het Jozef naar Egypte teruggegaan, hij en zijn broers en allemaal wat samen met hem opgetrek het, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven het. Toen die broers van Jozef zien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou, Jozef gaan ons als vijanden behandelen en hij gaan ons werkelijk vergelden al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle hier die boodschap naar Jozef gestuurd. Je vader het voor zijn dood bevel gegee met hier die woorden, zo moet julle vir Jozef sê, ach, vergewe toch die oortreding van je broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou, vergewe toch die oortreding van ons, wat die God van uw vader dien. En Jozef het geween toe hulle met hom spreek. En zijn broers het ook zelf gegaan en voor hem neergeval en gesê, kijk, ons is uw slaven. Maar Jozef het hulle geantwoord, moet niet bevrees wees nie, want ek is in die plek van God. Want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad in mij bedink, maar God het het ten goede gedink om te doen zoals dit vandaag is, om een groot volk in die leven te houden. Wees dan nou niet bevreesd nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gesprek, en Jozef het in Egypte gewoon hy in die huis van zijn vader. En Jozef het 110 jaar gelewe. En Jozef het van Efraim kinders gezien van die derde geslag. Ook die kinders van Mager, die zoon van Manasse, is op Jozefse knieën geboren. En Jozef het aan zijn broers gesê, ek gaan sterven, maar God zal gewis op jullie acht gee
en jullie uit hier die land laat optrekken naar die land, wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloofd het. En Jozef het die seuns van Israël laat zweren gesê, als God zekerlijk op jullie acht zal gee, breng dan mijn gebeente hier vandaan op. En Jozef het gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hij is in een kus gesit in Egypte. Kom ons antwoord nou op hier die skriflesing met die woorden van Psalm 56, verse 1, 4 en 5. Oké, dit moet wees, sorry, 1 en 4. Als amenlied sal ons sing, skrifberuiming 18 vers 4 tot 7. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is die laatste keer wat ons saam focus op die verslag van Jozef.
Een proces wat die hele rukkie gevat het vanaf hoofdstuk 37 tot nou toe. Tot aan die einde van die boek Genesis. Daar was wonderlijke rijkdommen hier in Godse woord, wat ik nooit voorzien of verwacht het niet. En ons is deur die geest gezien, wat ons toegelaat het om dit te zien. Ik hoop en bid dat ons levens werkelijk daardoor verander het. Recht door al hier die hoofdstukken heeft ons gezien hoe die leidende hand van die Heere aan die werk is in die belangrijke leven van zijn dienaar Jozef. Het is nogal opmerkelijk om daarop te let dat in hier die eerste boek van die schrift, Genesis, die verslag van Jozef niet minder aandacht in tijd, wat betreft hoofdstukken, ontvang als die grootvader van al die gelovigen, namelijk Abraham niet. Dit wijst je net hoe belangrijk die verhaal van Jozef is. Ook voor ons levens vandaag. Nou zou ik dalk een beetje tijd in hoofdstukken 48 en 49 wou spandeer, want dat is fascinerend en leerzaam op een eigen manier. Misschien kan jij op je eigen tijd en energie besteden om die rijkdom te ontdekken wat daar te vinden is, dus je huiswerk. Maar door naar die einde van hoofdstuk 49 te bewegen, blijf ons in wezen op diezelfde punt waar ons aan die einde van hoofdstuk 47 opgehouden, die sterven van Jacob. Want vanaf die einde van hoofdstuk 47 tot aan het einde van hoofdstuk 49, het ons een uitgebreide sterfbedverslag. Heet je al ooit iemand op een sterfbed bezoek? Wees verzekerd. Het is iets wat je niet gauw vergeet niet. Toch is dit niet altijd een makkelijke plek om te wees niet. En niet eindelijk een plek waar je zou kies om te wees niet. Als je daarover nadenkt, wat een manier om die boek Genesis te beëindigen. Hier die eerste boek het begin met die skepping van leven, een ongelooflijke weergave van Godse kracht en majesteit, waar alles goed en volmaak gemaakt is. En nou eindig ons met die dood. Ik bedoel, die oorblijvende hoofdstuk sluit niet net die dood van die aartsvader Jacob in, nie, maar ook die dood van daar die wonderlijke man van geloof, Jozef. Niemand ontsnapt die finale vijand niet. En toch, broers en zusters, wat ons in hier die finale verslag zal vinden, is niet een of ander tragische voltooiing, of zelfs een somber einde niet, maar iets heel anders. Want in hier die laatste hoofdstuk kan ons kijken wat het betekent om niet net te leven niet, maar ook om te sterven in die vreugde en troost van geloof. Toen meneer Alkema die volgende als thema van die laatste preek waar hier die reeks een goede einde. Jozef leef en sterf. Drie punten. Eer voor die getuigenis van geloof. Leven in liefde door geloof. En sterf in die hoop van geloof. Ik herhaal dit weer. Een goede einde. Jozef leef en sterf. Eer voor die getuigenis van geloof. Leven in liefde door geloof en sterf in die hoop van geloof. Die bewoording van die thema vanochtend kan met die eerste oogopslag iets wat treffend wees. Een goede einde. Wat wordt daarmee bedoeld? Zoals ik reeds genoemd heb, lijkt hoofdstuk 50 dalk na een bikkie van een neerslachtige manier om te eindigen.
waarvan mensen geneigd is om te houden, een literatuur en ook een programma, wat hulle al kan zien, is een goede einde. Wat is nou een goede einde? Baie mensen houden van spanning. Ander houden van intriges. Maar oor die algemeen houden die meeste mensen van een gelukkige einde. Alle punten van die story word netjes en slim afgesluit en natuurlijk wen die goeie ouwens. Dis een goeie einde. Een van hier die postmoderne nikszeggende eindes, waar niks werkelijk opgelost wordt en daar een gevoel van fatalisme en hopeloosheid is, irriteert mij altijd. Wat is die punt? Maar wat ons in hoofdstuk 50 het, is twee verslagen van die dood. In één verslag van de laatste gezinsruzie. Niet eindelijk die dingen, blijkt het, om jou een zucht van tevredenheid te geven als je die boek toemaakt. Die laatste hoofdstuk focust nogal sterk op die dood van Jacob. En die volgende vandaar, en die gevolgen vandaar die dood. Toch is die focus duidelijk op Jozef. Hoe hij reageert en wat er acties hij neemt. Die tweede afdeling, versen 15 tot 21, praat van die vrezen van die broers. Maar weer eens is dit die reactie van Jozef wat die sleutel is. En hier die aandacht duurt voort tot die laatste versen van die hoofdstuk in die boek, die dood van Jozef. Hier zien onze laatste les wat het betekent om een geloof te leven en te sterven. Ons is allemaal geroep om door die geloof te leven. Maar dan, broeders en zusters, nadat ons door die grootherde geleid is, wordt ons ook geroep om een geloof te sterven. Want dit is die onvermijdelijke deur waardoor ons moet gaan, gegeven ons geduldige wacht op die wederkomst van die Heere Jezus. Ons moet niet net ons actieve dae spandeer om goed voor die Heere te leven nie, maar ook om goed te eindigen. En daarmee bedoel ons om door die fase van lijden en dood te gaan en uiteindelijk die ingang tot die eeuwige leven. Ik onthoud hoe een collega met mij gepraat het over juist dit, over hoe mensen vooral levens beplannen, wat alles goed en wel is, maar dat ons ook mag bid dat ons die finale vijand, die eindfase van ons leven hier op aarde, in die gezicht kan staan door geloof. Dit is dan om goed te eindigen. Ons moet allemaal sterven. Maar dan is die groot les en die groot hoop van die leven van Jozef in die boek Genesis, dat daar hoop is, zelfs anderkant die dood. Want die Heere zelf heeft die pad van verlossing opgemaakt. Alhoewel God zijn goede schepping door zonde besoedeld is, in die dood in die wereld gekomen, is daar door die genade van God een pad voor hem toe, die pad van geloof, wat die weg is naar heerlijkheid. En dit is wat ons in hier die finale verslag kan zien. Want Jacob toont groot geloof in die wijze van zijn dood. Die man wat op baie punten van in zijn geloof gefaald het. Een man van misleiding. En een man wat fysisch en geestelijk met die Heere gestrijd en geworstel het, het in die geloof gegroei. Ons het hoofdstuk 48 oorgeslaan, maar ik wil kortelijk iets neem wat in daar die hoofdstuk te vinden is. Een prachtige getuigenis van geloof waaraan ik onlangs herinner is toen ik naar haar preek luister. Als ons dus voor een oomblik naar Genesis 48 kan blaai, en meer specifiek vers 15 en 16, lees ons daar van een seun wat Jacob aan Jozef gegeet.
En hij heeft Jozef gezien en gezegd: die God voor wie ze aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld heeft, die God wat mij als herder mijn leven lang geleid heeft tot vandaag toe, die engel wat mij uit elke tierspoed verlost heeft, mag hij die zoon zien en mag die hulle mijn naam genoemd worden, in die naam van mijn vaders Abraham en Isaac, en mag hulle vermeerder in die land een menigte. Hij beschrijft die geloof van zijn vaders, en dan loof hij God voor zijn zorg en zijn leven, die God wat mij geleid heeft. Andere vertaling zei: die God wat mij gevoed heeft. Dus, mij geleid en mij gevoed, dat alles is een weerspiegeling van die werkwoord in die oorspronkelijke Hebreeuws, wat herder is. Die God als mijn herder, dit is die taak van de herder, om te lei en te voed, om die kudde te verzorgen. Dit is Jacob's geloofsgetuigenis op zijn sterfbed. Je weet, op een sterfbed kan dingen gezegd worden waarvoor een persoon dalk nog nooit die moed gehad heeft om dit te zien. Beide wonderlijke en tragische dingen. Maar dingen kan ook uit een baie unieke perspectief gezegd worden. Die perspectief op een hele leeftijd. En Jacob zei hier: als ik terugkijk op mijn leven, kan ik nou zien dat in spijt van mijn zwakheden en zondes, in mijn wegtrek van die Heere, dat hij was wat mij geleid en mij gevoed heeft, en in elke opzicht voor mij gezorgd heeft. Hij was mijn herder, en ik geloof zijn woorden. Dus een krachtige belijdenis, want het betekent dat God een God is wat zijn mensen neemt en hulle leidt. En dan zal je dank opletten wat in vers 16 volgt. Mag door hulle mijn naam genoemd worden in die naam van mijn vaders Abraham en Isaac, en mag hulle vermeerder in die land een menigte. Dit was een roep naar de Heere om getrouwd te wees aan zijn beloftes, dat er voor zijn volk een herder zou wees in die beloofde land. Zo het Jacob in Egypte, terwijl er nog relatief min een getal was, vooruitgekijk naar Godse werk om zijn volk te leiden en te voed en hulle uit Egypte terug te nemen naar die beloofde land. En daar die getuigenis van geloof wordt weerspiegeld in zijn laatste stervende woorden. Kijk nou terug naar die einde van hoofdstuk 49. Jacob het geweet dat hij bezig was om te sterven. En nadat hij zijn zoons gezien heeft, herhaalde hij zijn opdrachten, wat hij aan het einde van hoofdstuk 47 gegeven heeft. Jullie zal het misschien onthouden. Daar het ons gelezen: begraven mij toch in Egypte, niet in Egypte niet. Wanneer ik mijn vaders ontslaap heb, breng mij dan weg uit Egypte en begraven mij in hulle graf. En nou in hoofdstuk 49, vers 29 en 30 lees ons: begraven mij bij mijn vaders in die spelonk, wat op die stuk grond van Ephron die Hittiet is, in die spelonk, wat op die stuk grond Machpela is, wat oos van Mamre in die land Kanaan. Dan wil ik graag een klein detail in vers 31 uitleg, wat ik baie leerzaam vind. Jacob zei daar: daar het hulle Abraham begraven, en zijn vrouw Sarah, het hulle Isaac begraven, en Rebecca zijn vrouw, en daar het ik Lea begraven. Daar het ik Lea begraven. Nou is dit voor ons moeilijk om dit ten volle te waarderen. Maar voor Jacob, terwijl hij ook met Lea getrouwd was, was Rachel die ware liefde in zijn leven. En dit is natuurlijk tot uiting gekomen in zijn groot toewijding aan Jozef en Benjamin. Vandaag lijkt hier die hele zaak nogal vreemd. En ook nogal hartzeer voor Lea. Zij was eenvoudig niet zo geliefd, zoals Rachel niet. Maar als ons sympathie met haar opzij schuift,
zien ons ook hier iets in Jacob wat de geloofsgetuienis weerspiel. Hij beveel sy seuns nie om hom by die liefde van sy lewe Rachel te begrawe nie. In hoofdstuk 48 vers 7 sê Jacob dat Rachel by my gesterf het. Hy was dus daar, by haar. Ander vertalings weerspiel dit deur te sê, tot my hartseer het Rachel gesterf. Jacob voeg by, ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat. Dit is Bethlehem, maar hy sê aan die heel einde, begrawe my saam met Lea, want sy is begrawe in die plek van die belofte. Die hele punt is, dat hy selfs in sy dood en begrafenis een getuienis gee vir diegene wat hom sou volg. Onthou die beloftes van die Here. En in baie opsigte moet dit die doel wees in ons leven en ons sterven, dat ons een blijvende getuie is van God, sy goedheid en beloftes. Wanneer my tyd aanbreek, bid ek dat God vir my sy genade en sy krag sal gee, sodat ek sonder vrees en geloof kan praat oor hoe goed hy is, die een wat my nog altyd in sy liefde opgepas het. En dan kan ons ook bid, dat ons so lewe, dat wanneer ons nie meer daar is nie, en iemand aan ons dink, dat hulle sal onthou, dat ons bo alles, bo ons zwakhede en tekortkomings, die Here lief gehad het. Daar is geen groter geskenk aan geliefdes nie. Dit is waar Jacob gefokus is. En dit is wat Josef naleef en eer. Nou is daar een magdom detail in hoofdstuk 50 oor die besonderhede van die begrafenis. Maar ek nie die tyd en jy het nie die geduld om deur dit alles te gaan nie. Maar ons moet die punt volg wat gemaakt word. Eerstens was die dood van Jacob een groot zaak in Egypteland. Om by Hebreërs te wees, soos ons gesien het, was vir die Egyptenaars een gruwel. Toch lees ons van groot rouw oor die dood van Jacob. Dit is nie net Josef en die gesin wat oor die dood van Jacob treur nie, maar ons lees aan die einde van vers 3, en die Egyptenaars het om 70 dae beween. 70 dae, wanneer een farao gesterf het, die levende belichaming van hul gode, sou hulle 72 dae lang rouw. Jacob word dus die hele land betreur, deur net minder as dit, 70 dae. Die hele land het stilgestaan. Almal het geweet, vanaf farao die adel tot die nederigste slaaf. Die volgende ding om op te let was die optocht wat na Kanaan gemaakt is. Jy sou dink, dit sou een familie aangeleentheid wees, miskien Josef, een paar van sy dienaars en die rest van die Hebreërs. Maar dit word beskryf as een staatsbegrafenis. Vers 7. Toe Josef opgetrek om sy vader te begrawe en al die dienaars van farao, die oudstes van sy huis, en saam met hom opgetrek en al die oudstes van Egypteland. Hulle het allemaal gegaan. Josef, al die dienaars van farao self en al die oudstes en daarna die geslag van Jacob, allemaal behalwe die kleinkinders. Een glorierijke stoet. Dit sê en saam met hom het opgetrek strijdwaans, sowel as ruiters, sodat dit een baie groot trek was. Nou is dit belangrik om daarop te let, dat hulle nie een directe route na die begrafplaas gevolg het nie. Dit is nie onbeduidend nie. Vers 10, hulle het by die steekdoring dorsvloer gekom, wat oos van die Jordaan lê. Dus, in plaas daarvan om vanuit Egypte noordoos op te gaan, na die grot van Machpela, het hulle om dit gereis.
Als je die kaart kan voorstellen, is dat waarschijnlijk dat hulle in de oostelijke richting gegaan het voorbij Israël, tot op aan die andere kant van de Jordaan en terug naar de westen. Hoe komt hulle dit doen? Sommige commentators stellen voor dat daar moontlik politieke of militaire redes was om die route te nemen, wat hulle geneem het, maar daar is een baie beter verduidelijken. Alhoewel hulle dit destijds nooit kon geweet het nie, het hulle onwetend die route geneem waarmee God sy volk met die uittocht uit Egypte naar die beloofde land zou leiden. Diezelfde route. Dinge zou wel anders wees. Nou gaan hulle met die seën en welwillendheid van Farao, wat een warm en een oop hart gehad het. Later zullen we van Farao weggaan, wat zijn hart verhard en hulle intens gehaat het. Nou vertrekken hulle om te treuren, maar uit een land wat door God gezien is weens hulle dienwoordigheid. Later zullen we met groot blijdschap vertrekken uit een land wat door God verwoest is weens hulle dienwoordigheid in die land. Nou is daar een optocht van ruiters en strijdwaans wat hulle hebben geleid, maar later zou die strijdwaans en ruiters van Egypte hulle achtervolg. Nou is dit Jozef wat als leier van zijn volk in Egypte naar hulle leid, maar later zou dit die Heere Jezus wees wat zijn volk uitleid met zijn tegenwoordigheid in die wolk bedags en 's nachts in die vuur. Toch was dit in beide gevallen God wat gebeuren georchestreerd, het, wat hulle voor en toe beweeg volgens zijn groot beloftes en plan van verlossing. En dit is wat Jacob als getuie in zijn dood wou hee, en wat Jozef geëer het. Jacobs geloof was Jozef's geloof, en dit is ook ons geloof. Voor de Egyptenaren was dit de tijd van groot hartseer. Hulle het zelfs die plek Abel Mizraim genoemd, rouw van Egypte. Let op, niet die rouw van die Hebreërs niet, die rouw van Egypte. Daar was rouw, ja. Maar voor Godse mensen heeft het alles gewijs op die getrouwheid van God. Daar is hartseer op pad naar die beloofde land. En ons allemaal staar die finale vijand in die gezicht, die dood. Maar hier die verslag wijst vooruit naar een groot bevrijding, die bevrijding van God, zijn volk uit Egypte. God zei, kijk, zie je wat ik ga doen? Ik geef je een voorsmaakje van wat kom. Ik heb toen reeds geweet dat ik mijn volk zal uitleiden. En vandaag is dit wat ons zien, zoveel rijker. Want ons zien die verloop van Jozef in Egypte, die uittocht van Israël, wat van Egypte bevrij is, en dan die werk van die Heere Jezus, wat ons van zonde bevrij en naar die beloofde land leidt. Ons kijkt vooruit naar die groot verloop van dingen wat komt. Die Heere Jezus met al die heiliges in die hemel en die heiliges hier op aarde op die laatste dag, geleid door ons koning aan die voorpunt, op pad naar die groot beloofde land, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus kom bij die tweede punt, leven in liefde door geloof. Nadat Jacob gesterf en begraven is, het dinge in een andere fase beweeg. En je weet dan ook hoe het zelf is, wanneer een pa of ma van een gezin sterft en deur die Heer huis toegeroep wordt. Dinge is net anders. Daar is een leemte, misschien een groot leemte. Een ander moet intreden om dit te vullen. Dit is normaal en is gezond. God beweegt mensen tot volwassenheid, zodat hulle rollen
aanneem waarvoor hulle dalk nie voorheen gereed gevoel het nie. Maar soms gaan dinge nie so goed nie. Het kan nogal hartseer wees dat daar selfs in christelike gesinne met broers en susters, volwassen broers en susters, een gekubbel en een gebakleierij is, oor persoonlijke items, oor geld, oor posities of beheer, noem maar op. Dit kan lelijk raak. Soms het ouders zelfs op al oudag, een sekere soort beheer of invloed, of op een of andere manier, door kracht van karakter en respect, hou hulle dinge in lijn. Maar as hulle weg is, doen mense soms dinge, wat hulle andersins nie sou gedoen het nie. Dit is duidelijk, dat in hierdie geval die broers gevoel het, dat die blote teenwoordigheid van Jakob, selfs op daar die hoë ouderdom en so fysies zwak, Josef aan bande gelê het. Dit vertel u iets oor die cultuur van respect vir die patriarch in die familie. Maar wat gebeur wanneer Jakob sterf, is baie merkwaardig en nogal hartseer. Die broers kom na Josef met hierdie woorde. Uw vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ach vergewe toch die oortreding van julle broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen, maar nou vergewe toch die oortreding van ons wat die God van uw vader dien. Daar is universele ooreenkomst dat Jakob nie in werkelijkheid hier die opdracht gegee het nie. En wanneer jy dit lees, klinkt dit redelijk vals en vlak. Die broers was duidelijk doodsbang en daarom het hulle hier die stap geneem. Hulle het nie eers hul broer self durf nader nie, maar het boodskappers gestuur. Wat sê hier die stap vir jou, oor die broers? Een verklaarde stel voor, dat hier die aantekening betekent dat die broers nooit werkelijk met Josef versoen het nie, nie al sonde belei het en dus steeds vrees bevangen was. Maar ek geloof het nie. Hoofdstuk 45 het gepraat van de wonderlijke versoening, met die broers wat huil en praat, en dit verteenwoordig sekerlik een ware vertoning van vrede en vertroosting. Dus hoe het dit nou gebeur? Dit is omdat het nie makkelijk is om deur geloof te lewe nie. Dit is omdat ons in die lewe, soos wat die tyd aanstap, kan worstel of ons werkelijk vergewe is of nie. Ons kan twyfel of al ons sondes werkelijk weggewas is en of ons in heerlikheid opgeneem sal word of nie. Dit beteken nie, dat daar in die verlede geen vergifnis was nie. Dit beteken net, dat die omstandighede van die lewe met ter tyd groot angs, twyfel en vrees in ons kan veroorsaak. Die broers het 17 jaar saam met Josef en Jakob in Egypte gelewe. 17 waarlik geseënde jare. Maar nou, met die dood van hulle pa, is hulle weer eens verskrik. Dit wyk niks anders van die broers, as dat het waarlik menslik is. Maar op die ou einde, is dit nie 'n kwestie van wat die broers doen nie, maar hoe Josef reageer. Ons verwag dalk woede. Want wat sê dit oor hoe die broers Josef sien? Ons kan ons makkelijk voorstel hoe Josef woedend reageer. Wie dink julle is ek? Maar in plaas daarvan huil hy. Hulle het boodskappers na hom gestuur, maar het toe later self gekom om te herhaal wat hulle in die nota gesê het. Dus stort Josef weer sy hart uit, maar hierdie keer met groot hartseer. Want dit is sekerlik die rede, die stap wat die broers geneem het,
betekent dat hulle in hul harte twijfel aan zijn liefde, zijn genegenheid, zijn vergifnis en zijn zorg voor hulle. Die hele tijd was dit, wat hij zo getrouw gedoen het, altijd tot hulle voordeel. Dit was niet om zijn eigen bezit of aanzien te verzekeren, of om persoonlijke wraak te nemen. Hij had het nooit gedoen. Al wat hij ooit wou hee, was dat de ware vrede en vertroosting in die Heere moest ervaren. En dit is waaraan hij onvermoeid gewerkt het, ten koste van hemzelf. En nou, kijk hulle naar hom. Hulle sien nie een liefdevolle broer nie, maar hulle sien een vijand om te vrees. Wat een tragedie en hoe moest het hom in die hart gesny het? En hier zien ons weer, dat hier die gebeurtenis ook voor onszelf is. Waarom twijfel ons? Wat is ons verkeerde strategie? Wat is ons vrezen als dit bij de Heere komt? Dat is bewijzen dat ons natuur ons steeds, ja steeds, een verkeerde idee is een trek. Dit is alsof ons voor de Heere sê, maar heet u mij rechtig lief? Vanuit ons perspectief mag dit zelfs redelijk lijken. Iets om te verwachten in een gebroken en een zondige wereld. Maar hoe is dit als ons dingen vanuit God zijn perspectief zien? Dit is soms wat ons moet doen. De Heere zei, jij hoeft niet aan mij te twijfelen. Kijk wat het ek voor jou gedoen. Ik heb nog altijd je beste belangen op die hart gedragen. Ik heb een liefdige werk om jou met mijzelf te verzoenen. En ik heb zelfs die uiteindelijke prijs voor jou betaald. Moet niet twijfelen aan mijn liefde voor jou niet. Jozef verklein niet die zonde van die broers niet. Je let wel kwaad in mij bedenken, maar hij neemt ook niet aanstoot niet. Hij ziet zelfs hierin die leidende hand van die Heere. Hij houdt niet dingen tegen ander niet, maar hij focust op die Heere. En dit is wat het betekent om een liefde door geloof te leven. Onthoud niet fouten en vorige onrechten tegen ander niet. Ja, hulle moet hanteer worden. En daar kan repercussies als gevolg van hulle wees, maar zodra hulle behoorlijk hanteer is, dan beweeg ons voor en toe een geloof en betoon liefde aan God en aan diegene rondom ons. En hij het hulle getroos en vriendelijk met hulle gepraat. Dit was dan werkelijk die uiteindelijke troos voor die andere broers. Dit was die uiterste bewijs dat hulle niks gehad het om te vrees nie. Nou was daar voor hulle niks oor om te vrees nie, heeltemal niks. En dit is wat ons ook van die Heere mag ontvang. Daar is strijd in die leven, en strijd in sterven. Soms zelfs aan die einde kan ons twijfel aan die Heere. Maar dit is in sy seun, die Heere Jezus Christus, en alles wat Hij voor ons gedoen het, dat God zei, ik het alle struikelblokken weggeneem. Laat daar geen twijfel wees dat jij aan mij behoort en dat ons aan elkaar behoort niet. En broers en zusters, wanneer onszelf daar die soort vertroosting en geruststelling heeft, dan leef ons ook in liefde met elkaar. Hoe kan ons enig iets minder doen? Kom bij die derde punt, sterven in die hoop van geloof. Jozef heeft die getuigenis van zijn vader, zijn geloof geëer. Hij heeft een liefde geleven, geleid door zijn geloof. En hierin was hij waarlijk gezien.
Die einde van hoofdstuk 50 en die einde van die boek Genesis beskryf nie die oorwinning van die dood oor die mens nie, maar dit beskryf Godse wonderlijke geloofswerk in sy kinders. Behalwe vir die Here se wederkoms, sal ons allemaal sterf, dit is waar, maar om in die hoop van geloof te leven, is so een seën. En ons vind hier een beskrywing van Josefse leven, so geseend. Hy leef om sy seunse kinders tot die derde geslacht te sien. Hy word 110 jaar oud, wat door die Egyptenaren as die perfekte ouderdom beskou is. Maar dit is nie die einde van Josef nie. Dit was nie net om in die hoop van geloof te leven nie, maar ook om in daar die hoop te sterf. En dit is waaraan hy vastgehou het en nooit so losgelaat het nie. Sy geloof en vertrouwe in die Here. En ons sien heel aan die einde van sy leven een getuienis van daar die geloof. Hy sterf in die hoop op geloof. En daar is een refrein wat so krachtig weer klink in sy laaste woorde. Ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle acht gee. En weer die volgende vers. God sal sekerlik op julle acht gee. Hy het dit geweet, want hy het dit in sy lewe ervaar. Die Here het my nooit verlaat of my gelos nie, maar hy was altyd aan my sy, selfs in die moeilike tye. Daar sou moeilike tye vir die mense van Israel voorlê. Dit is wat in die volgende boek openbaar word. Maar Josef het gesterwe, terwyl hy met sy broers oor die Here se voortdurende sorg gepraat het. Hy sal kom. Hy sal julle uit hierdie land lei. Dit was die woorde wat oorgedra moes word. En Josef was so seker van Godse getrouheid, dat hy sy broers toegelaat het om hom in Egypte te begrawe. Maar hy het hulle laat beloof dat sy beenderen daaruit weggedra sal word. Jakob wou in die land van belofte begrawe word, maar Josef het dinge nog een stap verder geneem. Ek sal vertrou dat die Here sy volk sal lei waar hy beloof het hy sal. God sal gewis op julle acht gee. Josef sterf in die hoop van geloof. Die dood is die finale vijand, maar dit is nie die einde nie. Daar lê meer voor, want in God is daar oorwinning oor die dood. God sal gewis op julle acht gee. Dit is woorde wat vooruitgewys het na die koms van die groot Messias. Dit is woorde wat vooruitgewys het na Godse sorg oor sy kinders, deur al die tye, ook vandag. En dit is woorde wat uiteindelik vorentoe wys na die wederkoms van die koning, die groot herder wat altyd sy volk gelei en gevoed het op pad na die beloofde land. Josef is in 'n kis gesit, en so sal dit ook met ons wees. Maar dit is nie die einde van die verhaal nie. Daarvan het God in sy genade seker gemaak. Kom ons leef in die liefde van die geloof, en sterf in die hoop van die geloof, want daar lê sekerlik nog baie meer voor. Amen.
Gemeente, kom ons gaan tot die Here in ons dankgebed. Ja, Here, ons mag tot U nader, ook in ons dankgebed, ook in ons lofzangen, ook in die dag van ons diepste smart, zal U ons dragen. U is zachtmoedig, U is groot van goedertierenheid. Heere, gee dat dit voor ons altijd een troost zal wees. Heere, dat het een troost is voor die wat reeds een geliefde aan die dood moest afstaan. Heere, dat het ook een troost zal wees voor Renita en Arjan, wat Rafael aan u afgestaan het, na zo'n korte duur. Maar Heere, dat dit hulle ook die kracht zal geven om verder te gaan met die weten dat daar een heerlijkheid is, waarna ons allemaal mag uitzien, waar Hij reeds is, waar ons heen op pad is. En daar die dag, daar die uur, weet ons niet, ken ons niet. Dit is in uw raadsplan opgesluit. En Heere, gee dat ons in ons leven en ook ons sterven altijd ons geloof in U zal belij. Dat dit in ons hele leven voorop staan, die groot werken, die wonderdaden, wat U hand doen. Ons het dit nou gelees en geleer in die geschiedenis van Jozef, U te belofte gemaakt aan je vader Abraham. En Jozef getuigt daarvan op zijn sterfbed dat U ook die volk zal uitleiden uit Egypte terug naar die beloofde land. En Heere, ons het zelfs een baie mooier toekomst, een eeuwigheid samen met U. Heere, ons dank U ook dat U dominee weer een jaar gespaard hebt. Dienstbaar in ons gemeente, waarvoor ons U rijkelijk mag danken, dat U zo trouw is, dat U ook hier die gemeente hier onderhoudt en verzorgt en door een herder leidt. Mag Hij nog baie geziende jaren hier in ons midden dienstbaar wees, samen met zijn gezin, samen met die gemeente. Heere, zo dank ons ook dat U zuster Jeanette Hamming en een klein Caleb weer een jaar gespaard hebt. Heere, oud of jong, dit maakt niet zaak niet. U is dit wat ons leven leidt, ons regeer, ons help door moeite, zorgen en vreugde en verdriet. U blijft altijd getrouw. Mag ons dit altijd uitjubel. Ons leven, voorals waar ons gaan. Help ons in ons taken ook. En ons dagelijkse werk, gee dat ons daar ook trouw zal wees aan U. Daar ook getuie zal wees van
van uw wonderdaden. Dat ons daar een eeuwige, een lichtende licht zal wees. Een helpbouw aan uw koninkrijk. Heere, ons bede is dat u ook een einde zal maken aan al die onrecht, die onheil hier op aarde. Dat u spoedig zal komen om levendes en dooies te oordeel. En ons mag uitzien naar daar die blije dag. Om Christus wil. Amen. Gemeente, u krijgt nou geleentheid voor die geef van uw offergaves als teken van dankbaarheid. Ons mag dan ook in dankbaarheid ons gaves kink aan die diakonie, dienst van de barmhartigheid, maar ook voor die opleiding van theologische studenten. Als antwoordlied zal ons samen zingen, schriftberijming 29. Daarvan die verse 6 tot 9. Hul zing die halleluja weer, want, zei hul, ons God en Heer is aan zijn woord gedachtig. Die groot verlossingsdag is daar. Hij heeft die koningskap aanvaar en heers als God almachtig.
Gemeente, laat ons als harte tot God verheffen, die zien van de Heere ontvang en in vrede huis toe gaan. Die Heere zal jou zien in jou behoed, die Heere zal zijn aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.